Vandaag gaan we op bezoek bij een paar collega's om te kijken hoe zij invulling geven aan de weefwaarde eerlijk. Ik meld alle ongevallen en bijna ongevallen. Ik vind het melden van situaties belangrijk in verband met het lerend vermogen van de organisatie. Door deze te melden wordt er een breed beeld gecreëerd van waar wij in ons werk mee te maken hebben en kunnen hier praktische oplossingen voor worden bedacht. Door het melden voorkom jij wellicht dat een collega een soortgelijke situatie meemaakt. Het melden van veiligheidssituaties is van belang om ervoor te zorgen dat de directie in actiemodus komt te staan. Het zorgt voor transparantie in de organisatie, want dan komen de meldingen naar boven en dan ga je als directie mee aan de gang. Dus het zorgt ervoor dat we in actie over. Mijn laatste melding in de WFAB was een werkvak waarbij wij een nieuwe afzetting hebben geplaatst. Hier kwamen fietsers het werkvak in en dat creëerde een onveilige situatie. Ik bespreek meldingen met de werknemers afhankelijk van de aard van de melding in de keten. Ik breng de jongens bij elkaar en het is mijn doel dan om de bron van het euvel boven water te krijgen. Er zijn ook situaties waar we achteraf van denken dat hadden we beter wel kunnen melden of in ieder geval kunnen blijven melden. Er zijn ook meldingen die repetitie hebben en als je het dan niet meer meldt, dan wordt de bron niet weggenomen. Vanuit mijn rol pak ik elke weefmelding op. Samen met de verantwoordelijk leidinggevende kijken we welke verbetermaatregelen we kunnen nemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het bespreekbaar maken van het onderwerp door middel van toolbox meetings of safety alerts.